Zijn we allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Farming Simulator 72. Mijn naam is Michael. En zoals jullie kunnen zien, we hebben de grote kar erachter. Zoals ik vorige aflevering zei, ik wil dit gewoon even gedaan hebben. Ik wil gewoon die beesten hebben gekocht. We gaan het niet meteen al in het begin van de aflevering doen, want we moeten namelijk ook nog even wat anders doen. Ik weet niet waar momenteel mijn frontlader eigenlijk staat. Maar die heb ik even nodig, want we moeten die junior ophalen. Want die gaan we natuurlijk bij de varkens neergooien. Dus waar is mijn frontloader? Voor mij heb ik geen frontloader. Zitten we functie er wel op? Nee. Zit de functie op de Nieuw Holland? Ja, op de Nieuw Holland zit wel de functie op. Op de John Deere kan die ook. Dus dat is beter. Nou, we moeten toch naar de shop toe. Dus maakt niet zoveel uit. We gaan sowieso deze kopen. Hoofdkleur. Ja, doen we maar gewoon die. Beacon. Ja, ik wil wel een zwaailampje erop. Sorry, maar ik wil wel een zwaailampje erop. Zo. En een frontloadertje voor de mooie John Deere. Staat er ook een mod voor? Nee, we hebben geen mod voor. Oké, dan is het denk ik de grote, de hoofdkleur. Die groene soort is er niet. Dus dan is het het mooiste om hem gewoon zwart te houden. Zoals die is. Kopen, ja. Oké. En dan gaan we met de John Deere naar de trekker. Ja, tuurlijk, Michael. Ga je lekker met de John Deere naar de trekker toe. Eens even kijken. Dat moet hem dan zijn. Dat moet het dan zijn. Oké. Ik ben benieuwd. Oh ja, wacht. Ik moet eerst even de functie erop zetten. Laten we dat eerst even doen. Nee, maar ik wil niet verkopen. Nee, rustig. Hier, kijk. R. Configureren. Frontlader. Yes. Configureren. Hoppa. En configuratie voltooid. Nou, nu staat er wel frontlader functie op. Koppel de frontlader aan. Nou, als het goed is, moet hij daarop kunnen. Op vast kunnen. Want we moeten hem toch ook meenemen. Klinkt pittig logisch. Waarschijnlijk kunnen we die functie aanzetten. Eens even kijken. Oh, we kunnen gewoon erin. Lol. Waar is die functie om aan te koppelen? Ik zag dat namelijk op de voorkant staan. Een lachend ding. Kan ik hem aankoppelen? Waar zou die... Ho. Ik zag hem echt waar. Ik zag hem dat ik hem aankoppelen. Oh, dat is niet... Wacht even. We gaan gewoon kijken. Je mag niet in de buurt lopen. Ja, oké. Okay. Arbeider inhuren. Oh lol, wat gaat hij nog doen ook? Dit lijkt ergens op te werken. Oh, dit is... Een of ander... Oh, dat is voor die... Is dit? Hey, kijk. Daar komt wat uit. En dan kunnen we ook nog omhoog en naar beneden. En deze kan nog naar links. En dat is alleen deze. Oké. Nou. Dan moeten we nu... Ik zit vast. Zo. Dan zouden we hem nu aan moeten kunnen koppelen. Kijk. Glitch niet. Schild. De hoort zo op dat ding. Ja. Nee, dat past perfect. Ja. Motortje even uitzetten. Dat werkt ook al. En dan gaan we hem naar de koeien rijden. Het looks a little bit weird. Maar het hoort erbij. Onze junior moet naar de koeien. Naar de varkens, sorry. Varkens schijnen dus ook vieze gaat te produceren. Ik eerlijk gezegd dacht van niet. En dan kan je hem dus ook automatisch het laten doen. Dat heb ik echt nog geen idee van. Hoe dat werkt. In ieder geval kunnen we ook de weg lekker poetsen. Zo. Nee, dat doen we dus nog niet. Kunnen we meteen een vrachtje meenemen met... hoe heet het?
Ja, hoe heet het nou, hè? Ja, dat moet je ook niet. Kunnen we ook gewoon voor op de trekker met poetsen? Dat zou ook nog kunnen, natuurlijk. We moeten gewoon even zorgen dat we ook nog een trekkertje of de kar meenemen met een lading sojabonen. We moeten eerst nog die aardappels legen. Oh nee, we kunnen ook die kleine kar pakken. Er zit gerst en tarwe. Moet ook nog heen gereden worden, volgens mij. Nee, dat zit al wel vol. Nee, dat zit niet vol. Daar ga ik mezelf tegenspreken. Nou, zie je? Dat zit ook niet vol. Dus die nemen we wel mee. We kunnen meteen de oogmachine even legen. Oh, daar zit... Ah, kijk. Lachen gaat die beacon ook aan. Dan zoek je deze beacon. Ah, lol. Ja, ik mag dit ding nu al. Ik vind hem nu al te gek. Ik vind hem al te gek, man. Te gek. Hoppa, gas erop. Eventjes de nacht skippen, want dat vinden jullie nooit zo fijn. Dus hij is bezig. Dus hij staat op 120. Kost weer een hoop geld straks. Hopen dat we het nog een beetje overhouden. Dat we nog een paar vakjes kunnen kopen. Wielen zijn goed smerig weer. Ja, hier zit een karretje. Triangel staat aan deze kant. Wat? Hè? Hij denkt dat het een saaier is. Of zo. Balen? Hoe kan hier nou balen in zitten? Ik snap het allemaal niet hoor, die game. Maar ja. Voor mij is het een beetje een glitch. Sorry dat mijn beeld weer weggaat. Ik moet even die pijp uit doen. Kijk, dat bedoel ik, gaat even een beetje een baal geld aan. Maar ja, dan is het weer dag. Dan kunnen we hem weer op één zetten en dan gaat het weer perfect. Kijk, dat snap ik niet. Hij zegt balen. Dus ik ken helemaal geen balen. Ik ken gewoon geen balen. Ik ken niet. Dat ken niet. Dat is niet mogelijk. Dat is impossible. En hij is leeg. Haba. En door. Kapje erop. Dan gaan we met de banaan. Nou, kunnen we nog even vol tanken hier al bij de silootje. Zodat we een goede volle lading meer. Of nou, zoveel hebben ze toch niet nodig. Kunnen we wel opslaan. Oeps. Ik heb het namelijk nog daar nog niet opgeslagen. Kunnen we een volle bak erheen rijden. Dan hebben we voorlopig wel genoeg. Zou er eigenlijk nog een schuurtje in moeten zetten, maar we gooien het wel gewoon ergens anders neer. Ik geloof het wel, een schuurtje. Ik zou de watertank erachter kunnen. Achteruit rijdt skills 2.0. Nee, gaat niet goed. In het echt is het nogmaals een stuk makkelijker. Dan kan je ook een beetje rustig rijden. Pff, want hier al, als je één keer verkeerd stuurt, is het meteen klaar. Bij mijn baas werkt één zo'n vent. Die kent het zo goed, maar dat komt omdat hij dagelijks met de triangel weggaat. Met de dolly weggaat, met de dieplader. En die kent zo goed achteruit rijden. Die kent het echt. Dat zou niemand na kennen doen. Donders, ken nog ook. Hoppa, gas erop. Tanken die zooi. Hoppa, zo doen we dat. Dit is hoe we rollen. Met een dikke John Deere. Veegdienst erachter, ervoor. Oh, karretje. Oh, die kar kan hier ook nog achter. Nou, dat is, wordt een beetje gek, hè, Michael. Lachen, joh. Ah, dat vind ik lachen. Dit vind ik lachen. Oh, niet tegen het verkeer in. Ja, dit is leuk. Zo, we hebben wel veel dingen bij ons nou. We hebben 1, 2, 3, 4 tools bij ons. En de trekker zelf. Maakt een totaal van een gewicht van 22 ton. Nee, joh, weet ik veel hoeveel ton. Maar graan weegt ook nog wel wat. Een watertank, water weegt ook heel zwaar. Dat ding voorop weegt ook nog wel wat. Trekker zelf weegt ook al gauw een paar ton. Nou ja, 20 ton zit er zo aan. Maar dat is het niet, hoor. Nou, ik weet het niet. Is er iemand hier een expert? Kan iemand mij uitleggen? Laat alsjeblieft achter in de reactie hoeveel deze combinatie ongeveer weegt. Kan je uitrekenen, we hebben 21 kuub volgens mij aan 21 kuub aan graan bij ons. We hebben een paar kuub aan water bij ons. Dus zat om te kijken. Oké. Okay. Waar is alles? Voor mij zit daar het schoonmaakspul.
Voor mij zit hier dat schoonmaakspul. Ja, dat lijkt er wel op. Dus dan gaan we onze junior dingen hier neerzetten. Hoppa. En los die zooi. Oké, daar gaan we erin. Ja, dan kan je dat dingetje weer ingeklapt. Ja, zo ja. Nee, zo. Ja hoor. Oké. Startmotortje. Ken dat dingetje. Oh, nee. Dat andere dingetje ken weg of zo. Ik snap niet helemaal hoe dat werkt. Oké, kan we higher worker aanzetten. Wat doet higher worker? Oh, oh, higher worker staat van het midden naar het einde en dan weer door. Oké. Dan weten we dat we hem ongeveer in het midden moeten zetten. Ha. Nou, zo werkt het dus niet. Arbeider eruit gooien, want dat heb je niks aan. Even kijken. Hier lossen. Ctrl-I. Ja, daar heb je ook niks aan. Voertuig verlaten. Hoek wijzigen. Cruise control. Snelheid veranderen. Cruise control activeren. Het is nou niet dat je zegt van, nou, je hebt veel aan de informatie die erop staat. We kijken wel. Laten we eerst de interesting dingen gaan doen. Wat we echt nodig hebben. Die kan los. We hebben nog 21 kuub over. Dan moeten we even een mooi plekje voor verzinnen. Daar is sowieso de voerzooi. Dus ik kan eerst even een beetje voer erin gooien. Dan kunnen we hier ook de kar leren. Ja, ik vind het een lekker dichtbij stekking. I. Ik ken dat niet, Hiro. Ik dacht, nou kunnen we gewoon lossen. Volle kupen erin gooien. Ho. Volle kupen erbij. Nee hoor, dat kennen we niet. I. Hop, kupen die zooi. Ja hoor. Zo. Nou, er ging toch een paar kupen in hoor. Ja. Helemaal goed. Helemaal mooi. Oké. Okay. Ik vind eigenlijk dit ook wel een mooi stekkie. Even kijken. U. Graanopening. Keep cider links. Ctrl I. Hop. Keeper die zo. Yo. Zo. Een flink hoopje ook. Keeper. Hoppa. En door. Zo. Nou. Ja, boeit me echt geen reet dat je het nou opvraagt. Oh, trouwens. Vraag naar Tarbe boeit me eigenlijk wel een reet, maar oké. Okay. Ik ben geen verraaier. Water. Water, water. De rest komt later. Oh, 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 boom. Ja, gaat goed. Ik ben benieuwd hoeveel liter... Oh, we hadden dus geen water bij. Sorry, dames en heren. Komt een verandering in de berekening. We hebben geen water bij. Hier ook kunnen water vullen. Hoppa. Kost wel geld. Als je het in de sloot haalt niet. Ja, dan moet ik helemaal de sloot rijden. Kost ook weer geld. Dus dat maakt niet zoveel uit. Hoeveel kuub zou erin kennen? 6 kuub. 7 kuub. 7,3 kuub water. Nou, hoeveel water weegt weet ik begot niet. Hoe zwaar zal die aanhanger nou wegen? Ik denk dat ik er ook nog een grauw van schrik. Nou, de taart zit veel te lang, te snel, joh. Voor het weet is de dag weer voorbij. Ibrand zat echt in de chat. Tijd, Michael, tijd. Oh, het stond trouwens ook op. Ja, la 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 la. Oh, hier afslaan. Ja, helemaal goed. Hier is het waterbakkie. Ja. Hoppa, watertje erbij. Q, hoppa. Dat is klaar. Nou, we alleen nog even met de Jos of met de kleine kar hier. Even een lijn sojabonen erin gooien. En dat kennen we wel met de Nieuw Holland doen op zich. Even kijken of wat. Oh, ja. Die oppakken. En dan gaan wij terug naar de boerderij met een korte weggetje. Oh, sorry. Sorry.
Vind ik jammer dat er geen automatische voeders bestaan nog. Normaal ken je een automatisch feeding system, maar dat is er gewoon even niet. We gaan even op rood. Ja. Als dit bij mijn baas doet, zou ik toch echt niet zo blij zijn. Namelijk zou de trekker helemaal totaal los zijn. Met deze snelheid. Als je gaat vliegen, dan zou de trekker totaal los zijn. Beetje lichter hoor. Lichter. We gaan nog even sojabonen laden en dan. Dan komt het echte werk, jongens. Ik ben trouwens ook benieuwd wat mijn blokje is. Stro, hè? Hoe kennen we nou. Hoe kennen we nou in godsnaam al stro neer? Ik heb gegooid. Hoe? Vertel het me. Hey, kijk eens hier naar Ami. Hoe de fuck hebben we stro neer kunnen gooien? Blokkie. Blokkie, 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 blokkie. Ja. Blokkie, waar staat hij? Ah, je zit op het Nieuwe Land. Ja, dom is. Ah, ook goed. Ik wil eigenlijk zo graag de dieren halen, maar we gaan eerst voeren, dan de dieren halen. Ik ken mezelf, dat moet ik niet doen. Dat moet ik niet anders doen. Sojabonen. Zonnebloem, sojabonen. Hier kan 100 kuub in. 100 kuub zooi. Dat is nog best een hoop. Best een hoop. Hoe kuub kon hij nou ook alweer in? 21, toch? Ja, 21 kuub. Als ik het eigenlijk een goed reken in kuub. Hé, hey, kuub is 1000 liter. Ik weet namelijk niet of dit, in... Nou, dit is sowieso 21 kuub. Ja, ik kan maar veel zeggen. Maar dit is 21 kuub. Daar ga ik niet opkomen zo. Nee, dat kan je wel vergeten. We nemen wel de korte weg, maar die berg ga ik niet opkomen anders. Nou, korte weg, korte weg. Hoe ziet het er nou eigenlijk uit? Oh, dat zijn die hele kleine spikkeltjes. Spikkeltjes. Spikkelbeers. Kom op, John, jij kent het. Misschien wel niet met je eigen grondlader, maar je kent het wel. Ze hebben het wel voor gemaakt, de vondlader ook. Kijk, zie je dat? Waarschijnlijk als je de vondlader uitzet, gaat het dak ook dicht. Denk ik hoor. Denk ik. Zou wel logisch zijn, zeg maar. Want het dak kun je zelf niet dicht doen. Gewoon jammer. Hé, hey, koeien. Of zeg ik weer koeien. Varkens. Het zijn varkens, mijn man. Het zijn varkens. Ik ben zelf een varken. Ja, dat weet ik wel. Maar daar hebben we nou niet even over. Daar hebben we het gewoon even niet over. Hop, en leeg die zo. Hoppa, en vol. Ik ga ze net zo van geen vreten geven. Binnen 1 minuut heb je toch weer op. Ah, ligt eraan natuurlijk hoeveel je die koopt. Hoeveel je van die beest die je koopt. Heel veel. Zullen we het hier niet gooien? Ik vind het een mooi plekje. Ja, dat is dus geen mooi plekje. Hoppa. Oh, bakje dicht. En nou gaan we de beesten halen, dames en heren. We gaan ze halen. Na een lange tijd gewacht hebben, gaan wij vandaag onze lieve en gewilde varkens. Niet koeien. Ho, steen, steen, boom, boom. Steen, ho, stunt! Ah, hoppa, en door. Niks aan de hand. Mike, wat heb je vandaag gedaan met trekken? Ja, gewoon, zoals je me vroeg. Gewerkt, hè? Ja, gewerkt. Ja, gewerkt. En waarvoor gewoon die schade op de voorkant? Ja, moet je niet aan mij vragen. Heb ik niet gedaan. Ja, maar jij bent de enige die op de trekker rijdt. Ja. Misschien de monteur. Je weet het niet, dames en heren. Waarom zou een boer jou altijd de schuld moeten geven?
Terwijl jij het niet altijd hoeft te zijn. Ja, we hebben zo over nagedacht. Nee, nee, nee. De boer weet echt wel wat er gebeurt hoor, allemaal. We zijn echt niet gek. Nou ja, een boer mag ik het eigenlijk niet noemen, een loonwerker, maar... Ik vind de eigenaar van een boerderij, vind ik meer een boer. En iemand in dienst is een loonwerker. Maar, nou, oké. Okay. Dames en heren, we gaan naar de varkenswinkel, of de aardierenwinkel. Gaan we de beesten kopen. Kun je trouwens een kleine aanrader geven? Ik krijg net thee. Dat drink ik altijd. 'S Avonds. En weet je wat ik heb gekregen erbij? Een boterkoek. Dames en heren, ik raad het jullie aan. Ja, de beesten zijn wel op in de waard geworden. Gelukkig. We gaan er 20 kopen. Vind ik eerlijk gezegd een mooi getal dan 21. 15.000 euro. En dan gaan we terug naar de boerderij. Vind ik daarentegen wel dat die even uitgeklapt mag worden. Hoe dat ook gaat. Oh ja. Nou. Oh. De beest ook een beetje lucht. En ja. Pretty interessant. Gaan we weer terug. En we gaan nu de beesten mooi uitlaaien. Nou, een stukje achteruit in parkeren, want je kan ze natuurlijk niet zo in één keer droppen. Je moet natuurlijk wel ook nog echt in de stal gaan. En wel even netjes, Michael. Nou, daar is het hek ongeveer. Zie je al, met een grotere kar is toch nog makkelijker achteruit rijden. Nee. Wat is het dan? Veen. Oh, R. Uitlaaien, uitlaaien, uitlaaien. En dan komen er 20, jawel, 20 varkens in de wei. Hey! En nou, dames en heren. Nu gaan we geld maken. Nu gaan we geld maken. Gewoon volgens geld. Het enige wat we nu nog moeten halen is een beetje een ladekje stro. Gaan we even doen. Zetten we deze kar momenteel gewoon hier, want dat is de enige plek waar we momenteel nog nodig hebben. En zometeen moeten die krengen ook weer weg. Want op een gegeven moment gaan we ze ook weer verkopen. Zetten die gewoon die zooi hier neer. Zou eigenlijk ook nog een bak moeten hebben voor de John Deere. Maar ja. Hè? Bakje op te voeren. Eigenlijk het liefst ook een kramertje. Hoeveel kost dat eigenlijk voor een ladertje van een kramertje? 60.000. Zo, dat is een hoog geld. Dat heb ik niet. Ja, ik heb het wel, maar dan moet ik weer lenen. Wat niet geleend hoeft te worden, want geld lenen kost geld. Jawel. Hoppa, vol op neus. Nou, gelukkig heb hij een mooi stootrandje ervoor, dus dat kan best. Toch? Ja hoor, kan best. Kan best beuren. Dan gaan we een lanetje stro ophalen met een mooie opraapwagen. Eigenlijk had ik liefst een balenpers gehad nu. Dat is toch wat leuker. Dat doen we volgende keer. Nou, toch wel wat meer balenpersen. Moet toch sowieso voor het gras. Het hoeft natuurlijk niet voor het gras, maar dat is wel leuk. En dit is gewoon zo saai als ik weet niet wat. Beetje recht achter de kar. PV en gas erop. Ik heb hier eigenlijk nog nooit mee gewerkt. Zal ik je dat eerlijk vertellen? Met de Lely. Of Lely, hoe je het ook moet zeggen. Toch een mooie combi ook op zich, die voorlader. Nou, oh, ik ga een hoop stukje over. Hoppakee. Kwaliteitsverschil is ook wel aanwezig, zeg. Dat ding dat gaat gewoon mee omhoog en naar beneden. Daar heb je tenminste wat aan. Daar kun je tenminste op bouwen op deze vriend. Dit zijn vrienden waar je op kan bouwen. En ze liegen nooit. Want typos liegen niet. Nee, dat is van wat anders, hè? Kijk, productie nul. Waarom nou niet? Stro is te weinig, zeker. Altijd schoon water nodig. Ze hebben ook een schoon voedergebied.
hebben stroom nodig, voedmengsel bestaat uit. Ja. Belangrijkste is mais. Ah, dat zie je ook wel, daar gaat er gewoon meest in. Oh, kut. Koppel hem los. Ja. Oeps, jongens, shit. Mag geen kut zeggen, hè? Mag niet iets met schelden met wat ik zelf niet heb. En misschien kijken dat het wat kleinere eentjes. Niet netjes. Niet netjes. Hé, hey, dat is een berichtje van Discord. Wil je dat alsjeblieft niet doen? Dankjewel. Want ja, tegenwoordig heb ik ook Discord. Ik ben van alle markten thuis, dames en heren. Discord. Teamspeak. Skype. Facebook. Twitter. Instagram. Snapchat. Snapchat is Mike Thijs trouwens. Haha. Ja, volg me erop. Altijd leuk. Nee hoor. Hoeft niet. Mag wel. Zie je soms wel eens wat waar ik ben of wat dan ook. En het is soms wel handig. Stel dat ik toevallig in Utrecht ben en jullie zijn toevallig in Utrecht. Kan je zomaar naar me toe komen. Hey Michael. Hey, foto. Hey. Handtekening. Nee, dat doe je me op de DTG. Nee, dat gaan we gewoon niet doen. Nee, natuurlijk altijd leuk. We gaan me altijd opkomen zoeken als je me ziet. Hoef je niet bang te zijn. Je hoeft niet weg te rennen. Je kan altijd naar me toe komen. Hey Michael. Gaat met je. Ik ga gewoon gezellig praatje houden. Ik ben geen of een of ander buitenwees monster of zo. Ik ben gewoon een... ja, wat moet je zeggen? Ik ben gewoon een persoon. Een normaal persoon. Persoontje. Nee. Misschien ben ik een beetje gek. Misschien ben ik een beetje koekoek als een deur. Ja, maakt niet uit. Weet je, ik doe je geen tikkeltje kwaad hoor. Ja, ik doe je geen tikkeltje kwaad. Dus ik ben trekkerij rijd je niet dood. Ik echt niet. Ik ben gewoon een heel normaal persoon. Misschien geloof ik het niet hoor. Dat hoef ik ken. Dat maakt mij niet uit. Maar het is echt zo. Ja, het is echt zo. En voel. Voel jouw woel. Ja, mooi combi. Lely, John Deere. Oh, niet te verkeerd. Rood met groen, dat staat best goed. Ja hoor. Alleen nou gaat hij straks weer moeite krijgen met klotenberg op. Die vind ik echt zo kutberg, joh. Ja, dat komt hij hoor. 1, 2. Gaat hij even ineens een versnellingje terug. Kom op, man. Trekken dat je hem er rond loopt. Jongen, jongen, jongen. Semi-automaat zeker, hè? Ja, semi-automaat. Ja. Ja. Gaspendaaltje die Tony tegenwoordig niet meer gebruikt. Dat gaat allemaal automatisch. Daar pendaaltje vooruit, achteruit en neutraal. Nou, koppelingetje, handremmetje. Ja, ik snap wel waarom die twee dingen erop zitten, maar dat gebruik je toch niet, joh. Zo'n scherpe bocht wil je toch niet draaien, dat je ene achterwiel op slot doet. Knappen je banden trouwens ook niet echt bepaald van op, hoor. Ja, dat trek je niet echt. Maar het ken altijd. Zit er ook nog een knop voor op driftlock? Voor mij dat knopje daar in het midden. Of driftlock, of hoe je dat ook noemt. Volgens mij moet je dat stro ook hierin gooien, of niet? Gossimijnen, er gaat net een kupie uit, man. Maar nog niet eens. Er zit 41 kuub in die bak hier. 41 kuub stro. Nou ja. Oké. We zijn momenteel helemaal up-to-date met de varkens. Productiviteit is 100. Ah, kijk. Ze planten voort. Dames en heren. Niet te geloven. Niet te geloven. Niet te geloven. Echt. Niet te geloven. Ik wil eigenlijk wel zien dat de reinheid naar beneden gaat. Dan ga ik het met dat dingetje opruimen. Dat vind ik leuk. Waarschijnlijk moet ik dat bij de voerbak doen. Dus zat dat ding daar helemaal verkeerd. Maar ik weet het niet. Waar zit dat ding? Ik wil in dat ding. Ja. Hop, gas erop. Hey. Schoonmaken. Oh, dat ding gaat trouwens wel fucking snel, hé. Gaat de tijd nou ook sneller met produceren, of niet? Nee, dat is wel waardeloos. Je moet 6. Oh nee, dat gaat wel sneller. Laat maar. Oh, we krijgen zo meteen een nieuw diertje. Duurt 7 uur en 12 minuten voordat je een nieuw bekreng krijgt. Zeg, jeetje. Er is reinheid. Waar is dat? Waar is dat? Is dat daar? Ja, ja. Hier zie ik wat gemorst. Hier zie ik wat gemorst. Of is het daar? Nee, ze kennen nooit uit de voerbak, uit de drinkbak kennen ze nooit wat verliezen, joh. Oké, we gaan hem even aankoppelen, dat kreng. Dames en heren, ik ben helemaal blij met het hele nieuwe zooi en hele nieuwe investering. Ik vind het helemaal geniaal.
Echt helemaal geniaal. Ho, ja, optakelen die zooi. Ga omhoog. Goed zo. Ah, dikke wieltjes, jongen. Dikke wieltjes. Driewielig. Ja, moet je hebben. Oké, maar dat even genoeg te zeggen hebben. Kijk, er komt meer viezigheid, hè. Is dat nou viezigheid? Even kijken. Zit op 90%. Ik ga het even opstofzuigeren. Hoppa, opstofzuigeren die bende. Nou is die nog steeds 90. Nou weer 100. Dit is toch echt viezigheid. Het is gewoon pure viezigheid, jongens. En nou ken ik het gewoon als goed is als ik in dat een of andere rare apparaatje ga zitten. Is het weg? Huh? Waarschijnlijk heb ik het alweer geleegd in de maïsbak, of niet? Hebben we al een nieuw dier? Nee, het duurt nog 3 uur. Oké, dus hier moet ik dat ding neerzetten. Kunnen we ook gewoon voorop vertrekken doen. Dat is ook wel lachen. Hé, hey, koetje, hoe gaat het nou? Oh nee, het is varken. Shit. Zeg ik het weer verkeerd. Ik zeg elke keer koe, maar het is een varken. Hoppa, wegwezen met dat ding. Trekkertje hier, oh. En dan gaan we het hierbij houden voor vandaag. Dus dames en heren, super bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Jawoe. Vergeet natuurlijk niet op blauwe duimpje omhoog te doen als je wil. Vergeet je beneden niet te abonneren. En dan zie ik jullie volgende keer weer terug. Bij een nieuwe aflevering. Van Farming Simulator 2017. Dus dames en heren, tot de volgende keer. En ik zeg natuurlijk zoals altijd. Later.